Oosterwolde. Nog even tanken voordat we onderweg gaan naar Oosterwolde, want ik ben aan het filmen, Co. Auto volgepakt. Allerlei spullen mee. Hond mee. En dan hopen we straks onze camper op te halen. Wat gaan wij doen? Wij gaan de camper halen. Spannend. Dit is hem dan, onze camper, buscamper. Niet groot, maar groot genoeg voor ons tweeën. En voor mij alleen, of ik met Tris. En Tris? Ja, we hebben een camper. Ja, ja. Ja. Buitenkant. Op de camping in Scherpenzeel, natuurcamping. In de achtertuin ongeveer van mijn oudste zoon. Die woont eigenlijk daar vlak achter. Waar die lantaarnbol brandt. De zon gaat onder. Het is hier echt prachtig weer. Is en blijft hier prachtig. Wij kijken vanuit de camper zo het prachtige gebied in van de Rotte gemeente. Het is echt heel mooi hier. Het is echt fantastisch. We lopen nu wat schaapjes voor de deur. De laatste keer dat we hier waren liep er ook een ree. Het zou nog mooier zijn als we die weer een keer zouden zien. Even kijken. De binnenkant van de camper. Twee voorstoelen. Die normaal natuurlijk als we rijden omgedraaid staan. Waar we nu kunnen zitten. Tafeltje. TV waarvan we nog geen idee hebben hoe en of het werkt. En dan... Koos de tas staat er nog, die moet zijn spullen nog even in kastjes doen. We hebben best wel heel veel kastjes. De koelkast. Onze badkamer. Om het zomaar te noemen. Met een gewone kraan. Maar als je dit eruit haalt, dan kan je ook. Dussen. En het toiletje. Het fornuis. En hier. Spoelbakje. Het is allemaal wat kleiner. Je moet geen grote afwassen moeten doen. Dat is genoeg. Dat is Co. Ik ben ook weer. Die heeft... Even een bakje schoongemaakt. Kan ik proberen? Ja,
En dat was, daar heb je spullen in gehad voor het toilet. Ja. Dus dat moet ook weer schoon. Nou, we hebben alles ingeruimd verder. Behalve dan die tas met koosje kleren. Kijken of de kachel het doet. En dan gaan we kijken of de kachel het doet. En dan gaan we nog even lekker zitten. Baileys erbij. Voor mij dan, niet voor Ko. Nou, dan horen jullie later weer van ons. Welterusten.